Ik ben Vincent de Boer en ik kom uit Utrecht. Ik ben kunstenaar en ik heb een atelier in Soesterberg. Ik ben afgestudeerd in Utrecht aan de HKU 2010. Ik ben in Utrecht gebleven omdat ik het een leuke stad vind. Maar ik heb ook altijd een atelier gehad in de stad, op meerdere plekken in de stad. Eerst in Overvecht, daarna op Blauwkapel. Mijn manier van werken kenmerkt zich door een kalligrafische aanpak. Ik heb een grafische achtergrond en ik werk veel met kalligrafie. En dat is vaak het startpunt voor mijn werken, projecten. En met kalligrafie bedoel ik dus de vorm van de letter en hoe bouw je die op met penseel. En dus de penseelstreek is heel erg belangrijk in mijn kunstwerken. Veel tentoongesteld, veel projecten gedaan wereldwijd. Ik heb ook veel lessen gegeven, bijvoorbeeld in Rusland, China en Japan. Ik heb jarenlang langs de flats op de Lamereslaan gefietst op weg naar het atelier. En dus ook jarenlang gefantaseerd over die muur. Omdat ja, die muur voor iedereen die bekend is met muurschilderingen eigenlijk schreeuwt om een kunstwerk. Omdat het eigenlijk een soort leeg canvas is, de drie naast elkaar zelfs. Dus dat, dat neem je wel mee op je route. Ja. Ik denk dat in de openbare ruimte, vooral sinds de corona, dat we dat heel anders hebben gaan zien en ook anders zijn aan het beleven zijn. Omdat we normaal was je bijvoorbeeld onderweg ergens naartoe en dan was je alleen maar bezig met waar je naartoe wilde. En nu ineens was er niet zoveel meer om naartoe te gaan. Dus was je veel meer bezig met de weg, de straat of wat er eigenlijk om je heen gebeurt. En dat vond ik heel interessant. Nou, het leuke is dat ik nu dus zelf in de buurt woonde van die flat. Ik doe daar ook mijn boodschappen. Dus ik heb wel een soort van extra band nu. Wat mij eigenlijk is op gaan vallen in de buurt is dat alles in de buurt heel erg wordt bedacht vanuit een soort rechtlijnigheid en een soort praktische visie. Een soort van efficiëntielogica. En ik denk dat wat er in juist op zo'n plek heel erg een toevoeging kan zijn, is dingen die worden bedacht vanuit een soort gevoel in plaats van rechtlijnigheid. En dingen die misschien wat organischer zijn of wat meer de fantasie prikkelen. Ik denk dat kunst in de openbare ruimte, vooral als het wat abstractie in zich heeft, wat meer de fantasie triggert voor de kijker en de voorbijganger. Juist omdat als dingen wat minder geforceerd dicteren wat men erin moet zien, meer aan de gedachten van de kijker overlaten. Ik heb vorig jaar een groot project gedaan waarbij ik zat te werken in een hele grote tekenmachine waar een grote rol papier in zat van misschien wel 60 meter lang. En daar heb ik dan elke dag 1 of 2 meter aan bijgetekend, aan toegevoegd. En tijdens het werken voelde ik bijna alsof ik een soort painter was geworden. Maar het komt eigenlijk voort vanuit het idee dat ik tijdens het maken van mijn kunstwerk niet alleen maar bezig wil zijn met hoe het gaat worden, dus met het eindresultaat, maar juist me bewust wil zijn van het proces. Ik heb nu in het atelier een tekenmachine waar een rol papier in zit die ik door kan draaien. Dus de rol kan bij wijze van spreken 25 meter zijn, maar ik zie daar maar een klein stukje van. En tijdens het werken kan ik kan gaan zitten achter de machine en ik kan gaan tekenen. En dan een paar uur later kan ik zien welke kant het op is gegaan. En ik zit dagenlang zit ik streepjes te zetten en langzaam komen daar eigenlijk afbeeldingen uit die ik zelf ook niet kon verwachten. Dus ik ergens vind ik het heel erg belangrijk als kunstenaar dat als je het publiek wil verrassen, dat je eerst jezelf moet kunnen verrassen. Nou, als we daar aan het werk zijn, we zijn natuurlijk met een heel team en we hangen daar aan dat gebouw, dan is het lastig om met iedereen te praten. En als we op de grond staan, dan is dat natuurlijk wel mogelijk. En dan vind ik dat ook echt heel leuk om te doen. Ik ben zelf, ik woon in de buurt, dus voor mij is het ook een hele leuke manier om de buurt beter te leren kennen. Maar ja, de mensen die we daar dan niet spreken of niet kunnen spreken, die,
ja, die zijn welkom in het atelier en die kunnen we hier verder praten en misschien een kijkje van het in het proces krijgen. Ik denk dat het voor de buurt heel fijn is dat er wat meer kleur is en wat meer vorm is. En ik denk dat het voor deze generatie en alle komende generaties die daar gaan wonen of langs gaan fietsen of rijden, dat je daar een potentie een band mee kunt opbouwen. En dat dat eigenlijk het leuke is van kunst in de openbare ruimte.